Goedemorgen iedereen, welkom bij een nieuwe video op Family Loop. Vandaag ga ik mijn nagels laten doen, eindelijk. Allee ja, eindelijk. Ze zijn redelijk wat uitgegroeid. Ik weet niet of jullie het zo kunnen zien. Ja, het is redelijk licht hier. En deze is afgebroken, dus hier heb ik een plakkertje op. Maar die ga ik dus vandaag aanpakken en laten doen. Ik heb ook mijn lippen laten doen voor degenen die me niet volgen op Instagram. Celine en ik zijn onze lippen nog eens gaan laten opspuiten. Dit is het eindresultaat, dus dag 6 denk ik vandaag. Ja, morgen is het een week geleden. Dus ze zijn nog wel mooi dik gebleven. Kei fijn. Maar als jullie daar meer informatie over willen, ga dan naar mijn Instagram. Op mijn stories praat ik daarover, dus dan zien jullie dat. Ik ga jullie mijn outfit laten zien. Ik ben echt zo casual als het maar kan. Ik heb mijn haar in een staart gedaan. Ik geen goesting heb om er iets mee te doen. We gaan gewoon voor de nagels dus. Ik heb een witte basic t-shirt aan. Een jasje aan van Piu Piu. Super schattig. Dan heb ik gewoon een jeans aan met gescheurd aan de knieën. I know, jeans op jeans. Sommigen zouden zeggen dat gaat niet. Maar ik vind wel dat dat gaat. Zo. En dan mijn loafertjes, ook van Piu Piu. En die gaan ook weer niet iedereen mooi vinden. Maar ik vind ze wel leuk. Ah, en dan heb ik nog mijn tasje, mijn dragon van Piu Piu ook bij. En dan deze moet ik er nog in steken, mijn portemonnee. En ik pak Oreo koeken mee. Dit zijn die met witte chocolade rond. Ik ben echt geobsedeerd momenteel. Super lekker. En een hele fles water neem ik mee. Let's go! Ik zal jullie al heel eventjes goed de before laten zien. Ik bijt op mijn vel rond mijn nagels, dus... ziet er niet zo mooi uit en ik heb heel rimpelige handen. Dus dit is de before. Je ziet, ze zijn redelijk uitgegroeid. En dan laat ik jullie zelfs de after zien. Amai, ik ben licht. Even minder licht zetten. Oké, dat is beter. De halve dag is alweer bijna om of zo. Ik heb jullie mijn nagels nog niet laten zien. Dit zijn ze. Super mooi. Ik ben voor rood gegaan deze keer. En hier heb ik zo'n witte mandala met dan zo'n steentjes. Ik vind ze echt super mooi. We gaan dus bij Harper's Beauty and Nails in Grobbendonk. Ik zal alle info hieronder in de beschrijving zetten. Ready! Alle plantjes hebben water en nu naar huis. Goedemorgen iedereen. Ik ga op gangsta. Ik ben wakker, gelukkig. Want het is... Even mijn laptop afzetten. Het is 2:50. Ik ben al lang wakker. Ik ben naar de fitness geweest. Ik heb e-mails gedaan. Ik heb een vlog geëdit. Ik ben nu bezig met vlog nummer 2. En ondertussen ben ik ook vlogs aan het kijken. Ik heb wat telefoontjes gedaan voor het werk. En dat is het denk ik. Dat is alles wat er is gebeurd vandaag. Hoe meidje ben ik met mijn nagels? Truitjes trouwens van de Primark. 6 euro denk ik. Zo'n crop sweatertje. En dan heb ik
een short aan, een grijze short van, ik denk Bershka, maar al lang geleden. En twee verschillende sokken. Yay. Dat is echt zo mijn leven. Dan zie je hoe chaotisch ik ben. Dat sokken meidje allemaal niet meer. Ik raak die allemaal kwijt. En dan, ja, moet ik twee verschillende aan doen. Oké, ik heb thee gemaakt. En ik ga de Oreos in witte chocola eten. So good! Dat is al mijn tweede pakje vandaag. Hè. Niet goed bezig. Niet goed bezig. Oh, kut. Ik heb gesmost. Ik heb gesmost. Ai, ai. Lappe! Ik heb gesmost en nu is dat ding nat. Oei, ik heb hier op de grond ook gesmost. Oké. Even alles opkuisen. Hey Milky. What you doing? Milky. Milks. Hey. Sleeping? Gelijk altijd. Oh, katten zijn zo. Slaapkoppen. Hey. Muffin. Hallo. Hallo. Oh. Mijn lieve Rick. Oh. You're so sweet. My sweetie pie. Oh, Muffin is echt zo lief. Ik heb ze net allebei gekamd. Huh? Schatties, dan zouden ze nageltjes knippen. Oh. Amai, ik zie er echt uit als een zwerver. Pizza's are going in, hè. De zwerver gaat de pizza's in de oven zetten. De zwerver doet wel een oven. Ik weet niet hoe hoog ik die moet zetten, mensen. Oh, dat moet zo lekker zijn. Nu 12 minuten. Hoi. Dat is niet erg. Ik denk wel dat ze mij gaan horen. De winnaar. Ja, ik ga heel even zeggen wie de winnaar van onze giveaway is. 1 seconde. De winnaar van onze YouTube giveaway is Morgan. Of Morganne Dermo. Dus Morgan, proficiat. Je kunt ons contacteren of iemand anders van de YouTubers. En dan wordt de prijs jouw richting uitgestuurd.